Janne Kavlan, ik wil gelijk eventjes naar het moment gaan dat die bal op de stip ging. Wist jij al dat jij hem zou gaan nemen? Ik liep gewoon op de bal af en ik zei tegen de jongens, ja, ik ga hem nemen. Want Mitchell Tevreden die viel uit helaas. Dus ja, ik pakte de bal en schoot hem erin. Ja, geen twijfels, hè? Nee, sowieso niet. Gewoon overtuiging en ja, zat erin. En wat ging er door je heen op dat moment? Ja, tuurlijk. Het is het mooiste als je 1-0 tegen PSV kan maken. Alleen jammer dat je niet vol kan houden, maar dat gevoel is wel mooi, ja. Ja, want ben je teleurgesteld in deze uitslag uiteindelijk of kun je leven met de punt? Ja, een beetje dubbel gevoel. Het had meer in gezeten, we hadden ook de kans ervoor. Maar ja, een dubbel gevoel. Aan de ene kant, tweede helft hadden zij meer initiatief en de eerste helft hadden wij wel. Maar we hadden de goede kansen en helaas hebben we die niet benut. Dus ja, dubbel. Voorafgaand aan deze wedstrijd las ik in het programmablad van ja, een verhaal over jou waarbij je zei: mag eindelijk tegen het grote PSV spelen. Ja, hoe was het? Ja, het is gewoon zoals elke week weer een wedstrijd. Maar ja, het is wel tegen de landskampioen van vorig jaar. Maar ja, ik kijk tegen niemand op of zo. Maar ja, gewoon, ik ga gewoon zoals elke wedstrijd de wedstrijd in. En, maar goed, ik had wel gehoopt op die 3 punten. Ja. En voor mij heb je gewoon hartstikke goed gespeeld. Je uitstekend staande gehouden. Hoe kijk je daar zelf op terug? Ja, ik moet nog de beelden terugzien, maar als ik zo even eraan denk, dan heb ik wel ja, redelijk staande gehouden, ja, denk ik. Al met al toch een lekker gevoel, want het was een heerlijk voetbalgevecht. Jawel, redelijk wel, ja. Ik denk dat we niet mogen klagen, nee.